welkom bij weer een nieuwe blogvideo. In deze blogvideo's koppel ik de blogs die ik schrijf op itsjanetworld.com aan video's die ik maak hier op YouTube. Dus het onderwerp van vandaag is het stappen uit je comfortzone. Ik denk dat iedereen het wel kent. Van je weet dat je iets moet veranderen in je leven en de stap die je moet nemen is eigenlijk door heel wat anders te doen dan je gewend bent. Dus bij mij komt daar vooral angst bij kijken. Dan denk ik van oeh, ik weet niet of ik dit wel durf, maar ik moet het wel doen als ik verder wil komen. En daar heb ik dus wat over geschreven in mijn blog. Ik ga even een stukje voorlezen. Weet je dat ik er nu pas achter kom dat ik eigenlijk nooit iets alleen onderneem? Echt helemaal alleen iets doen kwam niet eens bij mij op. Als ik ergens naartoe wil, vraag ik bijna automatisch iemand mee. Gewoon voor de gezelligheid, toch? In het verleden was het dan ook zo dat als we samen zouden gaan en de ander niet meer kon, ik dan ook niet ging. Ik zei dan, oh, ik ga de volgende keer wel. En of die volgende keer kwam? Natuurlijk niet. Voor mij was het dus een grote stap om alleen iets te ondernemen. En dan bedoel ik niet alleen naar de supermarkt gaan of zo, dat deed ik dan nog wel. Maar om bijvoorbeeld alleen naar een event te gaan of een lezing of whatever. Iets dat mij interesseerde. Als ik bijvoorbeeld een aankondiging van een event zag op Facebook bijvoorbeeld, dacht ik van, hé, dat lijkt me wel leuk om naartoe te gaan. Maar dan zat ik erna te denken van, wie zou het leuk vinden om met mij mee te gaan? Ik ben al niet per se het type dat, klinkt raar als ik het zeg, maar dat graag met mensen praat. Laat me het zo zeggen. Ik ben meer het stille type. Ik zou niet heel snel op mensen afstappen. Doe het wel af en toe, maar dan moet ik me gewoon echt comfortable voelen. Dus als ik ergens binnenkom en de vibe is goed, dan ben ik wel losser. Dan ben ik wel spontaner. Maar ik dwaal helemaal af. Dus ik zag een event op Facebook en ik dacht, ja man, weet je wat ik ga doen? Ik ga alleen. Ik ga niemand meevragen. Ik ga alleen. Oké. Jullie weten niet hoe ik zat te zweten. Gewoon van de zenuwen. Ik dacht van, oh my gosh, hoe ga ik dit doen? En stel dat ik helemaal niemand tegenkom met wie ik kan praten. Echt wel rare gedachten. Maar dat is hoe ik erin zat. Het event waarvoor ik had besloten van, hier ga ik alleen naartoe, was ook nog eens niet in de buurt. Het was in Den Haag. En nou, de mensen die mij kennen, ik verdwaal al in mijn eigen woonplaats. Gewoon de plek waar ik geboren ben. Ik verdwaal hier. Want ik weet niet waar iets is. Je kan mij niet vragen van, Jan, waar is... Nee, ik weet het niet. Dus moet je nagaan. Ik ben al zenuwachtig. Moet ik naar een andere stad? But I was like, okay girl, you can do this. You got Google Maps. Maar ik kan eigenlijk ook niet echt kaart lezen. Dus dat is ook niet heel geruststellend. Maar dat terzijde, ik dacht, ga het gewoon doen. Als ik het niet kan vinden, zijn altijd wel mensen op straat. Dan vraag ik die mensen om hulp, weet je. Vraag ze een beetje van, oké, kan je me die kant op die kant opsturen? Oké, dus de dag is aangebroken. Ik kon nog steeds terugkrabbelen, maar ik heb het niet gedaan, weet je. Denk, ik ga, want ik vind dat ik dit nodig heb. Dus ik reis rustig naar Den Haag en alles. Ik ben daar. Oh ja. Keep in mind, het event was van 10 tot 6 uit mijn hoofd. Ik heb in jaren niet iets bijgewoond van 10 tot 6 als het niet een festival was. En dan was ik nog samen met mijn mensen die me konden opvangen als ik een beetje oud ging of zo. Ik ben daar. Iets voor tienen natuurlijk, hè, want ik wil een goede plek hebben. We zitten daar. Die meneer is aan het vertellen, ze dingen aan het doen. En allemaal heel interessant. En ik heb echt veel geleerd. Maar rond een uur of 12 dacht ik, I'm not gonna make it. This is no. No. I'm not gonna make it. Wat het was, ik begon kramp in mijn nek te krijgen. Ik had mijn nekbrace bij me, dus ik doe mijn nekbrace om. Ik denk, oké, ik kan het wel weer volhouden, toch? Van als ik het tot de pauze hou, ga ik even kijken in de pauze. Alles begint een beetje uit te vallen. Bijna mijn schouder. Mijn arm doet het niet meer. Ik kan niet meer goed schrijven. Ik denk, weet je wat? Jan, je hebt al iets gedaan. Dit is al een accomplishment. Je bent al alleen gekomen. Je zit hier. Je mingling with people. You're like, yes girl. Dus ik dacht, weet je wat? Ga jezelf niet forceren. Want je moet nog naar huis. Je bent in Den Haag. Wie gaat je hier komen halen als je oud gaat? Die mensen hier kennen je niet. Maak de verstandige keuze, Jan. Blijf gewoon rustig tot de pauze. De pauze was volgens mij om 1 uur of zo. Daarna verlaat je rustig deze plek. Het is jammer dat je niet alles bij kan wonen. Maar je hebt al heel wat geleerd in deze paar uurtjes.
Dus jongens, wat ik hiermee wil zeggen is, van ook al ben je bang om iets te gaan doen, doe het gewoon. Wat heb je te verliezen? Wat heb je echt te verliezen? Ik vond het ook super spannend hoor. Ik zat ook echt van, oeh, zweet en alles. Maar uiteindelijk ben ik echt blij dat ik ben geweest. Weet je wat, ik heb weer dingen geleerd, ik heb nieuwe mensen ontmoet, ik heb weer stappen kunnen zetten in mijn eigen carrière. Even wat actie en sensatie. Al is het maar één keer in 2 maanden of zo, dat je even wat voor jezelf opzoekt. Begin met gratis events, zo doe ik het nu ook. Ik ga gewoon rustig naar gratis events. En mijn doel is dus om gewoon alleen te gaan en een beetje comfortable te zijn wanneer ik alleen ben. En daarna zien we wel wat het volgende doel gaat worden. Maar in ieder geval de stap zetten om te gaan. Ik heb het gedaan. Als ik het kan, kan jij het ook. Zet gewoon kleine stappen. Maak kleine doelen voor jezelf. Dus in plaats van, oh, ik ga alleen naar een festival. Als je niet eens alleen naar de supermarkt gaat, bij wijze van, tone it down. Begin gewoon een beetje rustig. En daarna kan je het opbouwen. Ben ik nu ook aan het doen. Dus ik zeg succes. Jij kan dit. En ik zie je graag de volgende keer weer. Thank you.